Deze muziek luister als ik naar Venlo rij. Dat is een liedje van Sjaak en Jesse R. 000. Het is je oom Bebe, samen met de Sjaak. 000, check eens hoe we flow, oh. Dames zeggen Amrabat tegen Westerveld. Het is gedaan, VVV gaat deze wedstrijd winnen. De blad blijft naar beneden, Amrabat. Als bij de tweede paal, doet hij het zelf, hij doet het zelf. En die bal zit erin. Oost wordt toch behoorlijk vastgehouden, maar de voordeelregel goed toegepast. En dus Amrabat, Veldhuizen, Amrabat en de goal. De grote hand van VVV, Nardin Amrabat. Amsterdam, tegenliggers. We zijn nu in Huizen, in het Gooi, Noord-Holland. Hier woon ik al mijn hele leven, met mijn ouders en mijn broer en twee broertjes. En zijn al die jongens zo druk als jij? Druk? Nee, ik ben niet druk hoor. Ik ben een gezellige jongen. Hoe verder, heren? Nordin Amrabat is nog maar anderhalf jaar profvoetballer, maar hij vindt dat er meer is in het leven. En dus studeert hij ook nog eens naast het voetbal. Ik zit nu in mijn vierde jaar, mijn laatste jaar. De opleiding is Management Economie en Recht, de MER. Ja, ik moet nog volgens mij 3 tentamens herkansen. En dan moet ik mijn eindscriptie gaan maken. En dan ben ik hopelijk klaar. Als ik het dan in 4 jaar haal, plus in combinatie met topsport, dat is denk ik wel. Getuigt wel van discipline, denk ik. Amrabat begint in de staart van de eerste divisie bij FC Omniworld. Maar ook dan al weet hij precies wat hij wil in het leven. Ik ben Nordin Amrabat. Over 2 jaar speel ik hopelijk in de Eredivisie. Nog een jaar verder is de droom werkelijkheid. Amrabat speelt op het allerhoogste niveau bij VVV in Venlo. In het begin was het even te zwennen. Ja, maar ik denk dat ik me goed heb aangepast. Dat ik snel assimileer. Dus het gaat gewoon goed. Er wordt heel veel gespeculeerd over waar jij naartoe gaat. Hè? Waar je ambities liggen. Ja. Zou jij nou het liefst eerst via de subtop gaan of wil je meteen voor die topclub? Ik denk dat het verstandigste is om eerst via de subtop te gaan. Ik denk dat ik nu een beetje een geleidelijke weg heb gekozen via Omniworld, VVV. Dan zou het leuk zijn of heel mooi zijn om nu of volgend seizoen naar subtopper te gaan. En vandaar proberen we weer door te groeien. En dan stap voor stap omhoog. Die moeten jullie filmen, daar. Heel snel wat laten zien. Camera, acties, acties. Hier is een beetje begonnen, ja. Helemaal in de zomer zaten we hier na het eten van 7 tot 10, 11, 30 man, 4 tegen 4. Als je verliest moest je eruit, dan moest je misschien een half uurtje wachten, een uurtje wachten. Dus het ging er wel hard aan toe. Wat kun je nou zeggen wat jij hebt meegekregen van het echte pleintjesvoetbal? Wat nu nog in je spel zit? Ik denk het fysieke. Bal afschermen, kijk hier, Soms knal je tegen die hek aan. Maar ja, je moet niet zeuren, gewoon doorgaan. Amrabat, ver terug. En een knal van Amrabat! En wat een verschrikkelijk mooi doelpunt van Nordin Amrabat. Amrabat, die gooit de versnelling erop. Nordin Amrabat, ja, loopt er zomaar doorheen. Nordin Amrabat. Nou, nog 2 te gaan en al een schot. Check eens hoe ik loop. Dames zeggen hey, hey, mokkelen zeggen we, ja. Ik neem je mee naar mijn buurt en dat is Londellen, nou daar is de goal. Ja, eindelijk. En wie anders dan Nordin Amrabat. Klein broertje, Soufiane, 12 jaar. 11 jaar. Ja. Dus een beetje borst vooruit, hè? Beetje recht staan. Hè? Wat moet jouw broer nou nog beter doen? Wat moet hij nog leren? Meer overzicht. Meer overzicht? Ja. Hij was soms te veel voor eigen succes, maar dat hoort erbij. Hè? Goeie coach, hè? Geef hem bruikbare tips. Ja, wel eens bij Omniworld. Als hij niet zo goed speelt of zo, riep ik hem even en zei ik. Maar wat dieper staan of meer vooracties of acties of iets, ja. Ik deed het ook wel vaak. Luistert hij dan een beetje naar je? Ja. Ja, wel verstand op voetbal, hè. Wel, zet wel goede dingen. Hé, haal die fietsjes weg. Ga eens aan de kant. Want ik altijd gewoon met vrienden gewoon, dit is een goaltje en dat een goaltje. Ja, dan gaat die bal wel eens tegen de tuin of tegen het raam en zo. Dus ja. Boze buurman. Nee, het waren aardige mensen, aardige buren. Ik vond het niet zo heel erg. Ja, af en toe zeiden ze wel wat van, maar... Dus ik bood ik mijn excuus aan.
Buurman. Goeiedag. Hey, goeiedag. Alles goed? Onze beroemde voetballer, hè? Ze willen even een paar vragen stellen. Ja? Over vroeger, ik had die plant de bal in de tuin schoot. Ja, kijk maar, er is niks meer van over. Er is niks meer van over, hè? Ja. Nou, we hadden pas een nieuwe auto hier gehoord. Een mooie Ford Fiesta. En dan kwam die bal aan en pats. Nou, weer een krasmachine, je weet maar nooit. Dus, maar ja, goed, het is allemaal goed afgelopen, want ik heb hem nog steeds. Oké. Okay. Dank je wel, jongen. Hey, fantastisch. Top, dank je wel. Oké. Okay. Het is goed, hè? Jij kan met ons rode jeep. Stay, hey. Double O is stay, hey. Zakman deel 2. Yes, sir. Mr. Shakes in the motherfucking building. Genoeg voor vandaag.